16 kandidaten zijn vandaag gestart met de verkorte vervolgingsambtenarenopleiding VIO. De launch vond plaats in het gebouw van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland aan de Klipstenenstraat. De kandidaten zijn geselecteerd uit een groep van 42. Ze hebben met succes de verschillende testen doorlopen. De behoefte aan deze opleiding is heel groot, omdat het Openbaar Ministerie enerzijds geconfronteerd is met het vertrek van pensioengerechtigden en anderzijds de criminaliteit die toeneemt. Hoofdofficier van Justitie Carmen Rassam sprak de kandidaten bemoedigend toe. De voorbereiding van het theoretisch deel is bewust gekozen en zorg gedragen dat de dagdelen zoveel als mogelijk plaatsvinden in de middag en de avonduren. En dit is natuurlijk een doel, waardoor de ochtenduren benut zullen worden om de vaardigheden van de kandidaten eens te verruimen. Ik zal niet anders dan u van deze zijde ook de kandidaten toewensen een succesvol verloop van deze opleiding. En daarbij heel veel wijsheid en kracht toewensen. Offers zullen gebracht moeten worden. Maar gaat u naar dat wanneer de offers gebracht worden, dat u in staat zal zijn om uw werk op het Openbaar Ministerie naar behoren te kunnen vervullen. Iwan Rasulbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, gaf aan dat deskundigheidsbevordering bij deze instituten geen gunst of luxe is. Het is een noodzakelijk ingrediënt voor een snelle en gedegen dienstverlening. Rasulbaks benadrukt dat de rechtsstaat baat heeft bij een goed functionerend openbaar ministerie. Ons land heeft ook baat bij rust, orde en ontwikkeling van de rechtsorde, zegt de waarnemend hofpresident. Scenario uitsluitende belastinglegging moet u proberen te maken. Dat zal u leren. En u zult leren dat er soms achter het verhaal of het juridisch historisch veel meer schuil gaat dan u op het eerste oog zag. Dat was waarnemend hofpresident Iwan Rasulbaks. Hij gaf verder aan dat de job van een vervolgingsambtenaar niet gemakkelijk is. Rasulbaks sprak vanmorgen bij de start van de verkorte vervolgingsambtenarenopleiding die 20 maanden duurt.